Ribeiro is een erkend cultureel archief. En vroeger was dit gebouw een school. Ja. Sinds 1982 is men hier een archief beginnen uitbouwen. En doorheen de jaren is er hier alles bijgebouwd en vernieuwd, gemoderniseerd enzovoort. We staan hier in de Blauwe Zaal, waar momenteel een fototentoonstelling loopt over Frans Coumont. Deze is georganiseerd door de Gentse Universiteit. Ze hing eerst in de faculteitsbibliotheek, maar is dan naar hier verhuisd en aangevuld met materiaal uit het Liberas archief. In deze Blauwe Zaal, waar er altijd wel een tentoonstelling te bezichtigen valt, gaan ook andere activiteiten door. Recepties bijvoorbeeld, maar ook lezingen. Ja, zeer interessante lezingenreeks vaak. Zeker de moeite waard om de agenda op liberas.eu regelmatig in het oog te houden of u in te schrijven op de nieuwsbrief, dan word je altijd op de hoogte gebracht van wat er allemaal te beleven of te bezichtigen valt. Stel u voor, u wil onderzoek doen rond een bepaald persoon. Bijvoorbeeld deze persoon. Jacques van Offelen. Jacques was een liberaal politicus en was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. De kans is dus heel groot dat we daar in het Liberas archief iets van gaan terugvinden. Bovendien, Liberas heeft zowel archief als bibliotheek, als een beeldbank en kranten en tijdschriften. De kans is dus heel groot wanneer we Jacques van Offelen gaan ingeven, dat we daar resultaat van gaan krijgen. En inderdaad, we hebben hier 707 resultaten. Wat kan je daarmee doen? Je kan aanvragen om die in te kijken. En wat het archief betreft, net hetzelfde. Ook daar kan je aanvragen om het te digitaliseren of om het hier in de leeszaal klaar te laten liggen en het komen in te kijken. Het boek van Jacques van Offelen staat hier beneden in de kelder in de bibliotheek. Het archief van Jacques van Offelen staat boven in deze kamer op het eerste verdiep. Dus we gaan eens kijken. Liberas werkt continu aan verschillende projecten en is ook een zeer graag gevraagde partner om mee te werken aan projecten. Zelf ben ik momenteel bezig met het archiveren, het harvesten van websites en van sociale media kanalen. Dit in aanloop naar de verkiezingen. Zo, dat was het. Ik hoop dat ik een duidelijk beeld heb kunnen schetsen van waar Liberas onder andere mee bezig is en ook natuurlijk waar ik zelf mee bezig ben. Bedankt voor het kijken. Dag.